Hallo mensen van het Kattengrijs. Welkom bij een nieuwe aflevering van Infamous. Vandaag gaan we eindelijk weer verder met een story mission-achtig iets. En ik zie nog een brokstuk. Jongens, ik raak steeds afgeleid door brokstukken. Jezus Christus, die heb ik nog nooit gehoord. What the fuck liep je te schreeuwen? Ik heb dit spel echt al sinds ik weet niet hoe lang. Ik denk echt al, het is 2015 onderhand. Ik denk 4 jaar. 4, 5 jaar. Ik heb nog nooit die vrouw gehoord zo fucking hard lopen schreeuwen. Maar goed. Voordat we naar de optionele missie gaan, ik ga eigenlijk even kijken, want dan doe je even zo spelgegevens, spel opslaan, het verzoek van Zeke, daar zijn we, ja, even alineren. Oké, het verzoek van Zeke gaan we dus naartoe, en hierheen, die gaan we eerst even kopen. Verhoogt de kracht van de schokgolf, vereist dat je minstens beschermd. Nice. En ja, voor de rest kunnen we nu niks, omdat we nog geen volksheld zijn. Dus, yes. Oké, het verzoek van Zeke. Volgens mij is deze missie dat de brug open gaat. Ja, dat is die. Nou, we gaan eerst deze doen. Even zien wat Zeke van ons wilt. Ik weet het wel, maar ja. Wel een beetje meespelen natuurlijk, ja. Ja. Is dat Allah? Soms komt het alarm, dan zeggen ze dat het komt van de havens af. Ik heb het idee dat het gewoon van de gevangenis afkomt. Maar wat de fuck betekent dat alarm? Het vraagt me echt af. En hier kwam ik de vorige keer vandaan, toch? Ja, volgens mij wel. Dat is jammer. Dat ik eigenlijk gewoon makkelijk daarheen kunnen gaan. Maar oké, daar kunnen blijven, dat zeg ik. En nu zijn we hier bij het tankstation of niet. Bij die raketwerper. Die er niet is. Heel mooi. Waar moet je nou precies heen? Oh, eerst hierheen. En dan springen we. Oh, what the fuck gebeurde daar? Ik heb geen idee, maar even zien. We gaan nu daarheen. Het is een van de langste pakhuizen in de haven die er zijn, volgens mij. Ik ben al zeker. Deze is lang, man. Lang! Oké. Dwight is dood, zie ik. Ze hebben hem flink te gaan. Oh ja, dat was er. Ah nee! Zijn zus wordt gek als ik haar dit vertel. Helemaal gek. Je moet uitzoeken wie het heeft gedaan. Wil ik daar nog mee scoren? Misschien. Kom op, man. Ik heb dit nodig. Er is echt iets goed mis met jou, zie ik. Ja, niks nieuws toch? Oh nee, geleiders. Gebruik je die gaven van je om te zien wie de moordenaar is? Moeilijk te zien. Het lijkt op een man en een hond of zoiets. Is Dwight gedood door een hond? Shit! Een neef van me kwam ook zo aan zijn einde. Oh, Smitty wilde een open kist. Maar dat was niet zo'n goed idee. Mensen vielen flauw, liepen te kotsen. Dat was vreselijk. Ben er nog niet overheen. Fuck. Oké. Ja, die hond, dat moest dus dat krap ding voorstellen. Waarom wacht hij? Oh ja, die dingen. Nou goed. Even zien. Wat het kut is, dat is dus een raketwerper die allemaal van die spinkrap dingen gooit. Alle Jezus. Oh, hij, ja! Ik vind het echt geweldig wat leuk. Je doet, zoals je dat tuig hier verjaagt. Mag een poster kiezen, volgens mij, toch? Van die posters? Ja, fucking nice. Het was maar een ideetje, gewoon. Iedereen moet weten wie je bent en wat je doet. Welke vind je het mooist? Als die gast die dingen toch gaat ophangen, kan ik maar beter kiezen hoe ik wil dat de mensen me zien. Moeten ze me bewonderen? Of vrezen? Ja, bewonderen natuurlijk, hè. De wij houden van. Cool.
Nice, posters. Ik vind die wel goed. Oké dan. Ik druk nog wat meer van deze posters af en hang de hele stad ermee vol. Dit wordt echt geweldig. Dit gaat Ziek nooit geloven. Kik die hier echt op, man. Ja, Ziek krijgt ook eindelijk zijn promotie, zijn promotionele cold dingen ook. Fuck. Dit stuk haat ik. Ik haat alles, volgens als ik mezelf moet geloven. Dus dat klopt ook niet allemaal, hoor. Dat meen je niet. Allemaal klote beesten, man. Echt. En natuurlijk nog meer granaten. Heel fijn. En natuurlijk nog meer gozers. Ook fijn. Mooi, die is dood. Er zit hier. Ja, ai, ai. En die, oh ja, kut. We gaan via die kant. Ja, dan moet je maar niet in de weg lopen. Oh ja, ik heb nu ook dat zweven. Dat is ook wel nice. Geschut onschadelijk maken. Give me that XP. Yeah. Dun, 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 dun. Is het gelukt? Nee, sorry. Kan ik niet, kan ik niet. Ik moet hier eerst afrekenen met van die krapdingen. Volgens mij maken de zwervers ze van oude onderdelen. Blijf zoeken, man. Ik moet weten welke dakloze Dwight heeft vermoord. Kak, ja. Oh, fuck. Die fucking klotebeest ook. Echt, jongens. Oh. Ik haat het als ze raketwerpers om een hoekje komen zetten. Dat zijn ook gewoon, heb ik volgens mij al duizenden keren. Dat zijn zelfmoordbombers. Dat kernwerpers die vuren het af, ze maakt echt helemaal niks uit. Dit verdien je. Maar nu. Hun zijn ook irritant. Zij zijn ook irritant. Voortijdig, hè. Ontploffen. Nice. Weg. En een rook gedaan. Hou ik ook van. Oké, okay, hier moet hoekje. Is die motherfucker volgens mij. Daar. Oh nee, hij zakte er rond heen. Daar ben je dan, klootzak. Oké, dat was iets te vroeg. En what the fuck? Waar werd ik door geraakt? Volgens mij stond ik in de auto en was dat het probleem. Oké dan. Preventieve bom gooien. Oh, ik dacht ik krijg nou. Ja, door die auto zie je ook best veel, hè. Maar ik snap je punt. Hij gooit die dingen. Daar ben je dan, klootzak. Hey, Ziek. Dat was veel en veel te makkelijk. Ik heb afgerekend met de moordenaar van Dwight. Even voor de duidelijkheid, dit was eenmalig. Ik doe dit niet om jou aan een vrouw te helpen. Begrepen, makker. Ik maak het wel goed met je. Heel mooi, heel mooi. En ik krijg niet van, oh nee, ik krijg alleen met optionele missie, laat maar. En waarom blijft dat actiemuziekje spelen? Want ik vind het bizarriet, hoor. Een oude vriend. Ja, weet je, ik vind dat, die missie vind ik best wel, duurt best wel lang, best wel moeilijk. Dus wil ik die eigenlijk bewaren voor een volgende keer. Ik denk dat ik het hierbij moet laten. Ik ga nog wel even deze mensen afmaken om jullie even spektakel en sensatie te geven. Daar loopt er nog een. Dan die gozer zien op het dak. Gaan we ook even pakken. Inpak, no. Inpak, rammel hem. Ja, 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 ja
Was dat hem? Nee, dat was hem niet. Daar loopt nog een fucking krapping. Hey, Jader! Oh, shit, man! Oké, dat viel ook nog wel mee. Wat deed die fucking random geleider in? En waarom zijn jullie hier? Inzoomen. En dan... En dan dood. Dit is toch gewoon mijn gebied? What the fuck? Die heb ik nog nooit gezien. Ik weet sommige plaatsen, dan staan ze gewoon klaar om je helemaal... In je kantje. Dan staan ze klaar om jou gewoon helemaal af te maken. Maar goed, ik denk dat het hier gaat eindigen. Ik vond het heel leuk dat jullie keken. Echt, het was om te genieten. En ik zie... Het is voor herhaling vatbaar, jongens. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. En ja, abonneer op Gijs, want het vindt hij heel leuk. En dan krijgt hij meer geld. En dan, dan krijg ik zeg maar, ook meer vrijheid als slaaf. Want dat is wel handig. Want ik heb mijn ouders al een tijdje niet meer gezien. Maar als ik zoveel likes haal, dan mag ik de kelder uit. En dat is, dan kan ik op zijn minst even het zonlicht zien. Dus als jullie dat zouden willen doen, dan wordt dat heel erg gewaardeerd. Ik ga dan even naar John luisteren. Zo. En John heeft ook iets te zeggen. Want, ik heb een aantal documenten gevonden over het werk van Luigi Galvani. Het is duidelijk dat iemand, waarschijnlijk Kessler, voortborduurde op Galvani's ideeën over de invloed van elektriciteit op spieren. Het gaat ook over het creëren van nieuwe ionen, maar dat begrijp ik niet. Ik maak overal kopieën van en ik stuur ze naar de postbus. Oké, okay, ik weet niet wat dat mee te maken heeft met het veld dat in de kelder zit, maar met zoveel likes dan word ik vrijgelaten. Of niet vrijgelaten, maar mag ik even naar buiten. En het zou wel fijn zijn om even weer wat vitamine D dingen te krijgen. In plaats van via die vitaminepillen, want ik moet natuurlijk wel gezond blijven, anders kan ik niet video's opnemen. En nou ja, bedankt voor het kijken. Ik zie je heel graag de volgende keer weer. Dan zeg ik bij deze, doei.